einde van de happy hours op Stratum's Eind is nabij. En de regiogemeenten houden vast aan samenwerking. Kroegbazen en de gemeente hebben afspraken gemaakt om een einde te maken aan de happy hours op Stratum's Eind. Met die afspraken moet het alcoholmisbruik in de uitgaansstraat worden aangepakt. Ik denk dat het wel een goede zaak is. Doordat ze een einde gaan maken aan de happy hours, krijg je dat je toch je betere prijs kunt gaan handhaven. En ik denk dat het ook voor de uitstraling van de straat goed is. Omdat je niet bekend wil staan als een straat waar drankmisbruik of goedkope dranken gepromoot wordt. Veel kroegbazen staan achter de afspraken. Maar of ze zich er allemaal aan houden, dat moet de komende maanden blijken. Dat er altijd kastleins zijn die denken van, oh, bij die zit het, is het drukker, dus dan zet ik een bord buiten met zoveel bier voor zoveel. En dan hoopt hij dat ze dan binnenkomen. Maar ja, dat is het begin van het einde hoor. De afspraken om de happy hours aan banden te leggen is niet alleen bedoeld om het drankmisbruik terug te dringen. Het akkoord is ook een van de maatregelen om het Stratumseind leefbaarder en veiliger te maken. Momenteel is het een straat wat hufterproof is ingericht, dus zoveel mogelijk inrichten dat er niet te veel schade wordt aangebracht aan gebouwen. Daar wordt een verandering in gebracht, namelijk dat het een vriendelijke straat wordt waar iedereen zich fijn voelt, ook overdag. Dat is een heel concrete verandering van Stratumseind. Het heeft concreet gevolgen voor de openbare inrichting. Dus daar waar je nu soms houten platen voor de deuren ziet, die zullen dan verdwijnen. Naast de nieuwe aanblik komt er ook meer en andere bedrijvigheid in de straat. Dus niet alleen maar kroegen. Nou, een concreet voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de nieuwe rechtbank wat er zit. Ze hebben naast zeg maar caféfuncties ook nog plekken waar mensen kunnen werken. En dat type bedrijven zullen zich steeds meer interesseren voor Stratumseind 2.0. Het zou fijn zijn als hier een dagfunctie terugkomt. Ik weet niet of het haalbaar is, hè. Dat moet nog maar blijken. Het is natuurlijk niet voor niks zo gegroeid. Kijk, net als op de markt, daar zitten overdag ook mensen. Ik bedoel, hier de markt in de binnenstad zitten ook overdag mensen. En die hebben net zo goed een stapfunctie 's avonds als wij. Dus in principe moet het gewoon hand in hand kunnen gaan. Verder wordt er nagedacht over flexibele sluitingstijden. En komt er nieuwe verlichting om de straat een vriendelijkere uitstraling te geven. Binnenkort komt de gemeente met de plannen voor Stratumseind naar buiten.